Tijdens Jumping Amsterdam is traditiegetrouw het Rabotalent van het jaar bekendgemaakt. Ambassadrice van het talentenplan Ankie van Grunsven onthulde wie de winnaar werd van de prestigieuze prijs. De winnaar is Frank Schutte. Ja, applaus. Verwacht had ik het niet helemaal. Ik denk dat ik zoiets niet kan verwachten. Wel had ik er zeker op gehoopt. Ik wist dat ik wel kans zou hebben. Bij het publieks was ik een beetje achter eigenlijk. En gelukkig door de stemmen van de trainers en de pers ben ik alsnog talent van het jaar geworden. En daar ben ik super blij mee. Franks talententeamcollega's vinden dat hij het verdiend heeft. Zoals broer Hendrik Jan, die vorig jaar talent van het jaar was. Oh, ik vind het mooi dat ik hem over kan dragen aan Frank. Trots op je broer? Ja, zeker. Ik had wel verwacht dat hij zou winnen. Het is natuurlijk wel altijd afwachten, omdat het ook voor een deel stemmen is en een pers. Maar hij heeft zo'n succesvol jaar gehad in 2013, dat ik wel terecht vind dat hij heeft gewonnen. Hij heeft een super jaar gehad, super gereden. En echt een terechte winnaar. Natuurlijk ging het ook tussen Stephanie Kooijman en Frank. Maar ja, ik denk wel dat het uiteindelijk een terechte overwinning is. Ook de oude rotten in het vak zijn vol lof over Frank. Ik moet eerlijk zeggen dat hij in een booming fase gezeten heeft met het EK Goud Jongrijders. Bij de senioren, twee keer in de winnende team, grote prijzen gewonnen, voorhand erbij meegedraaid. Ik vind het op alle gebieden ja. Ja, hij heeft laten zien wat het plan graag wil. Dat je een goede doorstroming maakt van de jeugd naar de senioren. En dat je ooit in een team terecht zou kunnen komen op een kampioenschap. Ja, hij heeft natuurlijk vorig jaar Grote Prijs Amsterdam gewonnen. En daarbuiten een aantal hele goede seniorenwedstrijden gereden. Dus echt super. Het jammere voor Frank is dat hij op een gegeven moment er nu vrij snel uit is. Hij is nu vanuit jongrijderskader. Naar het Olympisch kader bij mij gekomen. Dus en dat wil zeggen dat hij weer een stap hoger gaat nu. En het is snel gegaan voor hem. Op naar nog mooiere prijzen. Nou, daar gaan we wel vanuit. De jongen heeft in zijn mars. Hij is ambitieus. Hij kan het. En alle materiaal van paarden nu goed blijft, dan heeft er nog wel een hele grote toekomst voor hem voor de boeg. Wat betekent het voor jou om talent van het jaar te zijn? Dat is natuurlijk een hele eer. Ik denk voor mensen onder de 25 is dat de hoogste, zeg maar, in onze sport de hoogste eer die je kunt krijgen, zeg maar. En ik ben pas 20 jaar, dus het is natuurlijk super dat dat nou uitgekomen is.